ik denk het laatste kwartier dat het heel rommelig werd aan onze kant. Een paar jongens toch niet helemaal fit om die wedstrijd uit te kunnen spelen. En ik denk dat we het daarin weg hebben. Ik denk dat we 3 kwartier redelijk de controle hadden. Eigenlijk de hele tijd voorgestaan hebben. Af en toe 3 verschil. 1, 2, 3 verschil. En daar was ik best tevreden over. En alleen het laatste kwartier valt dat eigenlijk als een kaart thuis in elkaar. En dan profiteert Hasselt daar optimaal van. Ja, je komt erin en je doet wat je kan. Maar ja, dekking stond goed. Alleen je verliest in je tweede helft de snelle tegenaan. Want je ziet hun terugkomen. En het is kut. Je geeft een soort van op als team. Dus ja... Je ziet kopjes hangen en het is klaar.